Goed, kijkers, het gaat vandaag over een heel belangrijk iets in het leven. Schoonheid. Nou, en wat is nou echt een mooie auto van de laatste 10, misschien wel 20 jaar? Misschien wel de allermooiste? Geen Ferrari, geen Porsche, geen Lamborghini. Nee, tada! De Aston Martin Vanquish. Sinds 2001 op de markt en ik kan gewoon niets mooiers bedenken. Een stunning beauty. Zelfs de DB9 en die V8 Vantage, nee, halen het gewoon niet hierbij. Ja, hij is niet meer in productie, dus helemaal bijzonder om nog maar eens even te testen. Aston Martin heeft in zijn roerige geschiedenis een aantal zeer fraaie auto's gebouwd. Dat waren ze een beetje kwijt zo, de jaren 70, 80. Maar in de jaren 90 was daar ineens de DB7, de auto ook die het bedrijf gered heeft. Nou, verantwoordelijk daarvoor was Ian Callum. En dat is de man die later ook deze Vanquish maakte. En dit is voor mij zijn absolute hoogtepunt. Een ongeëvenaarde beauty. En hier kun je het gewoon zien, die enorme dikke bilpartij die eigenlijk hier bij de deur begint en helemaal zo breed achteruit loopt. En ja, de achterkant zelf vind ik persoonlijk wat minder mooi dan de voorkant, maar zo lekker dik is die. Een British Bulldog noemen ze het. Ja, je kunt ook zeggen J-Lo op wielen met die lekkere dikke kont. Ja, en dan nu misschien wel het allerlekkerste aan zo'n Vanquish, de start. Alles aan zo'n Vanquish is imponerend. Zijn prijs, zijn prestaties, zijn gewicht. Nou, neem alleen het gewicht al. Het is bijna 2000 kilo. En als je ziet dat hij dan 0 tot 100 in minder dan 5 seconden gaat. Ja, respect. Topsnelheid, meer dan 300 km per uur. Het zijn allemaal echt prestaties in de overtreffende trap. Maar ja, weet je, als je ermee rijdt. Het is eigenlijk meer mooi de wetenschap dat het kan met zijn auto. Want het is een gentleman's auto waarin je het eigenlijk niet doet. Maar stiekem toch leuk vindt. Maar het allerbeste aan deze auto is dat geluid. Als die 12 cilinders beuken, hoor. Fenomenaal goed, hè? Ja, wat kost dat nou zoveel moois? Nou, dit is een Aston Martin. En daarover zeggen de Engelsen altijd zo mooi. If you have to ask it, you can afford it. Ja, en die flippers, die werken gewoon goed. Daar hebben die een hoop kritiek te verduren gehad in het begin. En terecht, want ze schakelden best wel hokkerig. De flippers in deze auto zijn inmiddels vervangen door een nieuw stijl uit de Vanquish S. En die schakelen echt aanmerkelijk beter. Ja, als een Vanquish zo lekker klinkt en er zo mooi uitziet. Is hij dan ook perfect? Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, kijk eens hoe ik zit. Ik zit hier echt met mijn knieën tegen het stuur aan. Mijn kruin leunt echt tegen het dak. Iedere keer als ik de motor uit wil zetten, moet ik weer de handrem aantrekken. Ik zie te veel knopjes uit het rek van een Ford Fiesta nog zelfs. Dus ja, er zijn wel wat imperfecties hoor. Ja, dat zal Aston Martin hopelijk bij de nieuwe DBS wel verholpen hebben. De vraag is natuurlijk, zulke imperfecties, is dat erg? En het antwoord is nee. Kijk nog eens een keer goed. Een auto zo mooi, die vergeef je gewoon dit soort schoonheidsfoutjes. In deze klasse, Ferrari 599 GTB, die Mercedes CL65 AMG en ook nog wel de dikke Bentley Continental GT. Dit is de mooiste. Ik zou hem misschien alleen nog willen ruilen voor de Ferrari, maar die andere twee? Nou,